Waar ben ik nou eigenlijk dankbaar voor? Het was echt een hele andere soort yoga dan ik verwacht had. Ja. Hallo, goedemorgen. Het is donderdag vandaag. Hoi, Bart is er ook weer een beetje bij. Ja, ja. Ik ben alvast in mijn nieuwe sportoutfitje, omdat ik vandaag weer wat ga doen. Ik ga namelijk yoga vieren, want het is vandaag yoga vieren. Ik ga Thanksgiving vieren, want het is vandaag Thanksgiving. Dat vieren wij niet echt in Nederland. Maar ik wel, met een yogales en dat is een soort eventje of zo. Weet ik veel, we zullen het wel zien. Anyway, het was een mooi moment om deze Esprit zwangerschapssport outfit uit te proberen. En ik ben er echt heel erg blij mee. Kijk, hij heeft dus echt zo'n band. Een klein beetje groot, maar daar kan ik nog in groeien. Maar geen band meer. Aan de kant! Ik hoop dat hij recht op de camera staat en dat het allemaal overeind ging. Het heeft dus echt zo'n band. Dat niet altijd in mijn buik snijdt als ik zo naar voren ga. Heel blij mee. Eindelijk. Zo, let's go. En eten. Oké, en dan vandaag een begin maken aan de allerergste kamer. De allervolste kamer die we hebben. Onze slaapkamer. We slapen hier dus al vanaf het weekend met Yola ook nog naast ons. Omdat we niet willen dat hij te veel bij de verflucht in de buurt ligt. Ja, ik ga even kijken wat ik allemaal een beetje kan gaan wegruimen voordat ik natuurlijk ga beginnen met deze kamer, want hier hebben we ook weer van die rare lijsten die geverfd moeten worden. Die. En dit kozijn moet ik ook helemaal verven. En pas als dat af is, dan ga ik over op de muren en zo. Zo, ik zit in de auto, zoals je ziet. En ik sta naast het Westerpark. In het Westerpark heb je een yoga studio, yoga fest. En daar heb ik straks een eventje van OneFit. Je weet wel, OneFit dat is waar je een abonnement kunt afsluiten. En waar je voor allemaal verschillende sportscholen tegelijk zeg maar gebruik van kunt maken in één abonnement. Mocht je daar trouwens meer over willen weten of wil je €25 korting op je eerste maand. Kijk dan op onefit.nl en dan code Disna Lomans, kortingscode. Anyway, we gaan daar een eventje hebben met yoga, omdat het Thanksgiving is. Wie doet er eigenlijk aan Thanksgiving? Want het is niet echt Nederlands, eigenlijk helemaal niet, helemaal niks. Ik had wel eventjes opgezocht en ik weet wel, ja, Thanksgiving, bedanken ergens voor, dankbaar zijn. Maar nou blijkt dat volgens mij van origine een soort dankbaarheidsfeest was voor de oogsten van dat jaar. Ik denk dan bij boeren of zo. Anyway, dankbaar zijn. Ja, dankbaar zijn vind ik eigenlijk wel een heel mooi en goed gebaar om een feestje voor te vieren. Of om, hoe noem je dat, een feestdag voor te hebben. Jammer dus dat we dat in Nederland niet echt doen of hebben. En ja, het is misschien wel een goed moment om even stil te staan bij waar je dankbaar voor bent. Ik had vandaag weer echt een beetje zo'n dag dat alles tegen zat. Serieus, heb je net het hele slaapkamer opgeruimd. Bed aan de kant, die al 5 jaar niet van zijn plek af is geweest. En dan wil je erachter gaan stofzuigen. En ja hoor, net op dat moment is de stofzuiger stuk. En dan kom je beneden en dan heb je je computer in de tussentijd lekker geüpdate, denk je. En dan werkt je programma Final Cut Pro, waar je continu mee werkt, niet meer met het nieuwe met de nieuwe software. Top! Dat zijn van die dagen dat je even niet eigenlijk nadenkt over waar je dankbaar voor bent. Maar dat zal je eigenlijk wel moeten doen. Waar ben ik nou eigenlijk dankbaar voor? Ja, ik ben vooral natuurlijk dankbaar in eerste instantie voor dat ik zwanger ben. Voor mijn geweldige, fantastische, verschrikkelijke, leuke, heerlijke, lieve, mooie dochter die ik heb, Yola. Mijn lieve vriend Bart. En eigenlijk het hele leventje omtrent ons eigenlijk. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat zou ik echt niet willen missen. En ja, dat in combinatie met
het leven wat ik heb, dit, het vloggen dat ik dat kan doen, bijna als werk, nog niet helemaal, maar ik hoop het ooit helemaal als werk te kunnen doen. En ja, gewoon alles omtrent op dit moment mijn leventje. Shoulder to lean upon, and I'm here, and I will be again. If you ever need a hand, I'll be there to carry on. Mijn naam is Nathalie. Het was heel erg leuk. Ja, was het leuk? Ja, voor de eerste keer. Het was echt een hele andere soort yoga dan ik verwacht had. Ja, maar ging wel goed, hè? Dit gaat wel goed, ja. Het is gewoon ontspannen. Ja, Zo, ik weet niet waar Bart zich ergens bevindt in huis, maar ik ben weer thuis. Ik ga even iets te eten zoeken. Daar denk ik al aan nog voordat ik mijn jas uit heb. Oh, ik eet geen biolekker restjes wel op. Rode kool met saté saus en aardappeltjes. Trek in soep. Ja, betrapt. Ik heb trek in soep. Oh, soep. Nee, snoep, zei je. Misschien heb ik hier iets voor je. In de goodie bag. Oh my goodie. Goodie bag. Oh my goodiness. Ik film duurt 1,5 uur, schat. Dan morgen. Om 11 uur afgelopen. Dan zijn we vet vroeg. Moet ik heel vroeg op. Want dan ga ik in... Dan ga ik koken met... Sterren. Sterren. Ja. Ja, al een beetje. We hebben een brunch card voor 2 personen. Oh, vet. Bij de yoghurt bar. Yoghurt bar. Leuk. Thank you, OneFit. Nou, we gaan dus nog even een filmpje kijken, omdat Bart dat heel graag wil. Bij deze heb ik dat ook even vastgelegd, dat Bart degene is die dat wil. Ja, want het is al zo laat. Het is 9:30. Ik ben moe. Ik zeg alvast gedag, zodat ik mijn kaart in de computer kan doen. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. En dan natuurlijk tot morgen. Doei! Niet vergeten te abonneren als het gratis. Later!